Hey, super tof dat je weer kijkt. Welkom, aflevering 10 alweer van Jippie en Joepie. Yay! Hey! Woehoe! Welkom, welkom, je bent welkom, meer dan welkom! We hebben het vandaag over werp je vrijmoedigheid niet weg. Nee, werp je vrijmoedigheid niet weg. Want het brengt een grote beloning met zich mee. Zeker weten. Zeker als we daarin volharden. Ja, dus soms heb je misschien wel eens dat je in je hart hebt van... ik zie daar iemand lopen en het lijkt me wel tof om diegene een complimentje te geven. Ik zie daar een meneer, die ga ik even een complimentje geven. Hallo meneer. Hey, dat is Jippie. Hoi. Hoi. Hey, ik vind dat je zo'n leuke jas aan hebt vandaag. Dankjewel. Wauw, die is echt prachtig. Dat vind ik echt super om te horen. Ik wist niet wat ik aan zou trekken. Ik wist ook niet of mensen hem leuk zouden vinden, maar... Heb je goed gekozen? Goed om te horen. Leuk hè? Alsjeblieft. Of misschien denk je wel van... die zou ik graag een cadeautje willen geven. Oh, ik zie daar een leuke meid. Die ga ik een cadeautje geven. Een lief meisje. Yes. Alsjeblieft. Bedankt. Dat is voor jou. Dankjewel, wat lief. Yes. Heel snel denken we misschien, dat zijn onze eigen gedachten, of dat durf ik niet, dat is eng. Maar het is juist belangrijk om vrijmoedig te zijn, want als je het wel doet, geeft het zoveel vreugde. Ja, zeker weten. En heel de Bijbel, dan zien we dat God zichzelf wil openbaren en dat hij daar mensen voor wil gebruiken. Dus hij wil Jippie en Joepie daarvoor gebruiken. En hij wil ook jou daarvoor gebruiken. En misschien wel inderdaad door een cadeautje te geven. Of door een complimentje te geven. Of door naar iemand om te zien. Iemand op te zoeken. En dan geef je als het ware tijd. Is een van de meest kostbare dingen die je kan geven. Als je iemand tijd geeft. Tijd is waarde. Dan laat je aan iemand zien dat die belangrijk is. Ja, dus wees daarin vrijmoedig. Laat je niet afremmen. Denk niet van nee, die ziet me aankomen. Of ik heb geen zin om te gaan. Laat je daar gewoon niet door afremmen. Werp je vrijmoedigheid niet weg. Maar ik zie jou altijd aankomen. Als jij naar me toe komt, zie ik je altijd aankomen. Echt waar? Ja. Wauw, dat vind ik bijzonder. Ja, dat was een doordenkertje. Ik dacht dat hij bedoelde dat ik aangekomen was. Echt super tof dat jullie gekeken hebben. Ik weet zeker dat jullie er wat van geleerd hebben. En dat jullie lekker blij zijn geworden. En als je er nou wat aan hebt gehad aan dit filmpje, stuur het dan door aan je vriendjes of vriendinnetjes. Yes, tot de volgende keer. Doei! Doei doei! Doei!